welkom bij deze nieuwe video. Zoals je kunt zien zit ik nou niet op mijn gewone plek. Ik maak de video van vandaag met mijn vlogcamera, want ik ga vandaag weer een deel van mijn make-up stash opruimen. Ik heb al laatst mijn make-up room opgeruimd. Die video staat al online op mijn kanaal. Eén ding had ik echter niet opgeruimd en dat zijn mijn oogschaduwpaletten. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Niet op beeld, maar ook niet gewoon hier in mijn upje. Ik heb mijn oogschaduwpaletten letterlijk nog nooit opgeruimd. Dus ik heb een heleboel paletjes die ik in principe niet meer echt gebruik. Ik heb moeite om afstand te doen van mijn oogschaduwpaletten, want ik heb altijd het gevoel dat ik ze nog moet hebben. Maar dat is gewoon niet het geval en een heleboel oogschaduwpaletten kunnen gewoon weg. De oogschaduwpaletten die ik vandaag weg ga doen zijn allemaal gebruikt, dus die doneer ik aan anderen. Ik heb heel vaak, wanneer ik mijn make-up stash opruim video's maak, dat ik heel veel DM's krijg van hey, mag ik dit hebben, mag ik dat hebben. Ik geef niks weg van dit aan jullie helaas, daarvoor heb ik mijn winactie. Mijn winacties zijn echt gemaakt voor jullie. Maar alle make-up die ik al heb gebruikt, doneer ik. Dus stuur me alsjeblieft niet 100 DM's met mag ik het hebben, want ik stuur verder niks op. Ik heb heel veel familie ook in Marokko die heel graag make-up willen en zo. Dus ik geef gewoon altijd al mijn gebruikte make-up aan mijn moeder. En die verspreidt dan alles weer aan mensen die het graag zouden willen hebben. Dus op die manier doe ik dit altijd. En ja, dat ga ik vandaag gewoon doen. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Ik heb weer meer dan genoeg gepraat. Oké, dit is dus de kast waar al mijn oogschaduwpaletten in zitten. En dan met name de la hier. Die gaat niet eens meer dicht. Zo vol is die. En de la hier. In de andere la zit ander spul. Dus ik ga beginnen met de la dus. Ik heb dus twee waar oogschaduw in zit. Hierin zitten alle dure, luxe oogschaduwpaletten. En in de la eronder zitten alle betaalbare, goedkope paletjes. En die heb ik echt een stuk meer. Dus daarvan kunnen er ook echt een heleboel weg. Oké, ik ga beginnen met mijn luxe oogschaduwpaletjes. Dus dit is basically bijna allemaal in de dure categorie. Hiervan gaat niet heel veel weg, omdat ik echt bijna alle paletjes gewoon nog gebruik. En ik heb er niet heel veel die ik gewoon niet goed vind. Dus vandaar dat er hiervan best wel veel gaat blijven. Ik ga gewoon beginnen. Ik heb hier dit Zoeva paletje. Deze heb ik net gebruikt in een video. Deze heb ik al super lang. Ik heb verder niks van Zoeva, dus ik wil die houden, want ik vind hem wel echt heel mooi. Dit Glamlight pizza paletje gebruik ik echt nog heel vaak in mijn Instagram video's. Dus deze hou ik ook. Ik heb hier dit Fenty Beauty paletje. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die niet echt meer gebruik. Dus ik denk dat ik hier afstand van ga nemen. Dit paletje gaat dus echt absoluut niet weg. Die gebruik ik echt zo vaak. Dit is echt een top paletje. Deze hou ik erin. Ik heb hier nog een paletje van Morphe die ik ook niet echt meer heel vaak gebruik. Dit zijn de kleuren. Maar ja, misschien moet ik een keer een groenige look maken. En dan is het wel handig. Dus ik denk dat ik hem toch gewoon hou. Ik heb dit paletje van OPV Beauty. Is een heel mooi paletje. Alleen ik gebruik hem echt totaal niet. Dus deze kan weg. Ik heb de Nudie Patootie. Mooi roze paletje. Die blijft. Ik heb by the way ook een heleboel paletjes van Juvia's Place. Die hou ik echt allemaal. Want ik vind ze echt allemaal tof. Kijk eventjes hoeveel ik er heb van hun. Maar hun oogschaduwpaletjes zijn echt een van de beste. Ook niet echt heel super duur of zo. Dus deze hou ik echt allemaal. Want ik vind ze echt geweldig. Ik heb dit paletje van MAC. Dit was een samenwerking met Patrick Star. Deze is heel mooi. Alleen niet meer te koop. Dus niet echt meer handig voor mij. Want dan kan ik hem niet meer in video's gebruiken. En ik gebruik alleen maar make-up die er nog is. Want anders hebben jullie er niks aan. Dus dit paletje kan weg. Deze is ook echt geweldig. Deze heb ik nog laatst gebruikt. Hou ik ook. Maar oh mijn god, dit is mijn nummer 1 paletje. Als ik nog maar één paletje kon houden, was dat mijn Tati Beauty paletje. Dus die hou ik sowieso. Ik heb deze Huda Beauty Smoky. Deze gebruik ik ook best wel vaak wanneer ik een beetje een cool tone look wil maken. Zoals je kunt zien is die vaak gebruikt. Die hou ik. Ik heb ook dit paletje van Huda Beauty. Ik vind hem niet zo goed. Ik heb hem maar één keer gebruikt, dus die kan weg. Ik heb ook dit paletje van Bella Pierre. Nee, die kan ook weg. Gebruik ik ook niet. Ik heb dit Mini Breaker paletje. Heb ik nog pas gebruikt in een video. Die blijft. Ik heb dit Benefit paletje. Die is gewoon ronduit slecht. Heb ik ook al in een video verteld. Dus die kan weg. Dit Alien paletje blijft ook. Dit is echt een super mooi paletje. Kijk dit. Ondanks dat ik hem niet super super vaak gebruik, is dit gewoon meer een collector's piece. Dus deze hou ik. Ik heb dit Dreamy paletje. Deze is ook heel mooi. Alleen deze gebruik ik ook niet echt meer vaak. Dus deze doe ik ook weg. Ik heb hier twee Huda Beauty paletjes. Ik vind dus de grote Huda Beauty oogschaduwpaletten echt fijner. Ik vind die echt veel fijner dan de kleine. Dus deze hou ik er allebei in. Zijn ook echt kleuren die ik echt gebruik.
Ik heb dit paletje ook nog. Deze gebruik ik ook nog wel, dus die hou ik. Dit paletje is ook echt top. De Honey Palette van Urban Decay. Deze gebruikte ik nog pas in een video, dus die hou ik. Ik hou hier bijna alles. Oh my god. Ik heb dit Identity paletje van Beauty Bay. Deze gebruik ik niet echt meer. Dus ja, en hij is ook echt groot. Neemt veel plek in beslag. Dus deze kan weg. Dit Urban Decay paletje Born to Run is echt geweldig. Raad ik ook echt zeker aan. Deze hou ik. Ik heb hier van Be Creative Makeup ook een paletje. Alleen heb ik die maar één keer gebruikt en verder niet. Dus die doe ik weg. Ik heb van Jouer de 10 Lines palette. Deze is heel mooi voor in de zomer. Dus die hou ik. En de Urban Decay Heat palette hou ik ook. Deze is ook echt een collector's piece. Deze is al heel oud, vaak gebruikt. Hou ik er ook in. En ik heb hier nog een pastelpaletje. Ik heb verder geen andere pastelpaletjes. Dus ik hou deze ook. Ik vind hem ook fijn. Dit paletje is ook echt geweldig van Queen Tarzi. Deze vind ik ook top. Hou ik ook. Ik heb hier nog een paletje van Be Creative Makeup. Deze vind ik wel echt fijn. Deze echt fijn voor op reis. Ook lekker klein. Dus deze hou ik. En dan als laatste mijn Soft Glam van ABH. Ook geweldig. Oh mijn god. Deze echt helemaal vies. Niet kijken jongens. Even kijken. Ik ga even alles netjes er terug in doen. Want het was echt een bende net. Dus ik doe even snel alles weer terug erin. Zo, dit is dan nou hoe die la eruit ziet. Er is een heleboel werk, maar een heleboel heb ik ook gehouden. Gewoon omdat ik de ander nog gebruik of nog denk te gaan gebruiken. Dus nou is het ook een beetje opgeruimd en kan ik ook alles er goed in zien zitten. Dus we gaan door naar de volgende la. Nou, dit is dan de betaalbare la met al mijn goedkope slash betaalbare oogschaduwpaletjes. Die heb ik echt een stuk meer, zoals je kunt zien. Ook omdat ik altijd vooral betaalbare make-up test. En ook heel vaak krijg. Dus vandaar dat ik echt een heleboel betaalbare paletjes heb. En we gaan er hier even echt heel veel uithalen. Want hiervan heb ik er echt een heleboel. Dus let's begin. Oké, ik heb dit paletje van Focalure. Deze had ik van de AliExpress. Deze gebruik ik niet meer. Deze kan weg. Ik heb dit paletje laatst in een action video gebruikt. Ik vond hem fijn, maar meer voor beginners. Ik ben niet per se een beginner, dus deze gebruik ik ook niet meer. Ik heb echt een heleboel I Heart Revolution chocolade paletjes, zoals je kunt zien. Terwijl ik ze helemaal niet gebruik, maar ik vond het gewoon leuk om ze allemaal te hebben. Want dan kon ik ze een beetje soort van sparen. Maar ik gebruik ze niet echt meer. Dus wat ga ik hiermee doen, jongens? Maar misschien moet ik het nog hebben, snap je? Maar ja, nogmaals, ze worden dus niet echt meer gebruikt. Dus ik denk dat ik ze gewoon letterlijk allemaal weg ga doen. Weg ermee, jongens. Oh nee, wacht, ik lieg. Ik hou nog eentje erin, want deze vond ik echt top. En die wil ik nog wel gebruiken. Dus deze hou ik wel. Ik heb hier een paletje van Pixi. Dit is mijn enige Pixi paletje, dus die wil ik gewoon houden. Ik heb hier een heleboel kleine Revolution paletjes. Ze hebben die een heleboel. Ik had die toen allemaal gehad. En ik vind ze fijn. Bijna allemaal. Niet allemaal, maar de meeste wel. Ik heb hier nog een andere. Dit zijn ook weer van die paletjes die ik echt vaak gebruikte. En dit zijn ook echt dupes van een heleboel dure make-up paletjes. Ik denk dat ik even kijk welke ga ik houden. Ik denk dat ik die drie hou en twee weg doe, want deze gebruik ik echt niet. En hier heb ik ook een heleboel Revolution paletjes. Dat zijn allemaal samenwerkingen. Even kijken, welke ga ik wegdoen? Ik ga deze Tropical Palette wegdoen. Ik heb die wel laatst gebruikt op Instagram, maar ja, ik gebruik hem echt niet meer. Dit paletje vind ik wel echt top. Dit is echt een van de beste kleurrijke goedkope paletjes, dus deze hou ik. Ik heb hier mijn Soft paletje, ook echt een van de beste betaalbare paletjes. Deze hou ik ook. Ik heb hier samenwerking met Maxines of zoiets. Deze gebruik ik niet meer, kan weg. Ik heb hier nog een paletje die weg kan in samenwerking met Kissou. Gebruik ik ook niet echt. Ik heb hier nog een paletje van Imagination samenwerking. Nog een paletje met Petra. Deze gebruik ik allemaal niet meer. Dus kunnen allemaal weg. Ik heb hier een paletje van Crown Cosmetics. Even kijken wat is dit. Oh, dit zijn vooral hele warme kleuren. Dat is wel handig als ik zo'n look wil maken. Dus dit hou ik. Dit paletje van LA Girl heb ik nou laatst nog pas twee keer gebruikt in YouTube video's. Echt een top paletje. Hou ik ook. Ik heb hier drie Revolution Pressed Glitter paletjes. Super mooie pressed glitters. Deze hou ik ook. Ik heb hier een Cool Tone paletje van BH Cosmetics. Ik heb niet echt heel veel Cool Tone paletjes, dus deze hou ik ook. Dan heb ik hier nog een paletje. Wat is dit? Even de kleur kijken. Oh, dit is ook echt een heel kleurrijk paletje. Die is ook betaalbaar. Ik herinner mij dit paletje nog. Deze heb ik al een hele lange tijd. Ik denk dat ik hem nog gewoon ga houden.
En nu ik hem weer zie, wil ik hem weer gebruiken. Dus deze ga ik snel weer gebruiken. Ik heb hier nog meer pressed glitters van W7. Omdat ik al die andere pressed glitter paletjes heb, hoef ik ze niet meer. Dus deze kunnen weg. Oh, ik zie hier random een Huda Beauty paletje. Die hoort niet hier in de la. Deze vind ik oké, maar ik heb hier ook een dupe ervan, van W7. En die is ook goed, dus waarom dan nog deze houden? Dus deze doe ik weg. De andere hou ik. Ik heb hier BH Cosmetics Festival Palette, echt een top paletje, hou ik. En ik heb ook de BH Cosmetics Royal Affair Palette, ook top, dus deze hou ik allebei. Ik heb hier nog twee Revolution paletjes, deze gebruik ik echt allebei niet meer. Ik vind ze ook niet echt super goed en de kleuren zijn ook niet echt dat ik echt denk, wauw. Kijk, dit is het andere paletje, dus deze doe ik allebei weg. En ik heb hier ook de Revolution Pro Palette. Deze is wel handig hoor, en ik vond de kleuren ook best wel goed. Hier heb je blush, bronzers, lipsticks, van alles, dus deze hou ik nog. Ik heb hier twee Milani Obsession Palettes. Deze vind ik ook fijn, zijn een beetje nude kleurtjes. Ze zijn ook klein, dus echt handig voor op reis, dus deze hou ik ook. Ik heb hier dit NYX paletje, hou ik ook. Dit paletje van W7 is super goed. Ik heb deze ook al een aantal keer gebruikt in YouTube video's, dus deze hou ik zeker te weten. En ik heb hier nog twee I Heart Revolution Palettes. Deze is helemaal rood. Dat is wel handig voor als ik zo'n look wil maken of zo. En ik heb hier eentje helemaal in het groen. En dat vind ik ook wel handig voor looks. Dus deze hou ik allebei. Hier is nog een W7 Press Glitter. Kan ook weg. Dan heb ik hier dit paletje. Deze is niet meer te koop. Dus kan weg. Ik heb hier het Sephora paletje. Die vond ik niet zo goed. Dus die kan weg. Ik heb hier de Revolution Cannabis Palette. Deze is echt geweldig. Dus deze blijft. Ik heb hier nog een W7 palette. Deze kan weg. Ik heb hier een heleboel W7 paletjes. Maar deze zijn allemaal echt super oud en ook niet echt super goed ofzo. Dus deze kunnen allemaal weg. Ik heb hier een paletje van MUA. Vind ik niet zo goed, kan weg. Ik heb hier een paletje van Colourpop. Deze is wel goed, dus deze hou ik. En ik heb hier nog twee Colourpop paletjes. Zijn allebei top, hou ik allebei. En ik heb hier het Kruidvat paletje. Die vond ik niet echt geweldig, dus die kan weg. En ik heb hier het Catrice paletje. Deze is wel fijn, maar ik gebruik hem gewoon niet. Dus deze kunnen ook weg. Zo, dan is de la helemaal leeg. Ik ga alles er weer mooi netjes terug in doen. Zo, ik denk dat ik het gewoon zo indeel. Het is niet helemaal perfect gedaan, maar... ja, zo kan ik wel een beetje soort van alles gewoon goed zien. Dus deze la is ook klaar, jongens. Zo, en dit zijn dan alle oogschaduwpaletjes die ik weg heb gedaan. Een heleboel. En ja, deze gaan dus allemaal naar beneden. Nou, naar mijn moeder. Die gaat er weer heel blij mee zijn. Nou mensen, dit was dan de video. Ik heb dus al mijn oogschaduwpaletten opgeruimd. Het was er echt aan toe. Dus echt een heleboel kan lekker weg. En ik hoop dat ik er anderen blij mee kan maken. En ik hoop natuurlijk ook dat iedereen heeft genoten van de video. En het leuk vond om dit te zien. Als jij nog andere leuke video ideeën hebt, let me know. Als je mijn andere make-up stash opruimen video hebt gemist, bekijk die ook nog even snel. Want daarin heb ik letterlijk al mijn make-up opgeruimd. Behalve de oogschaduwpaletten. En ja, dat was het dan voor vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!